Er is flink wat kritiek gekomen op Eva Inek omdat ze er vorige week voor koos om de algemene politieke beschouwingen te bespreken met Adeopinidiva Angela de Jong. Met name Volkskrant Chile sitalsing liet zich er heel kritisch over uit, zij begrijpt niet welke waarde de mening van Angela precies heeft als het gaat over politiek. Victor Vlam, die ook wel de mannelijke Angela de Jong wordt genoemd, begrijpt wel waarom Eva voor haar koos. Elke talkshow had tijdens de algemene politieke beschouwingen min of meer hetzelfde onderwerp, alleen bespreken ze het met andere mensen en dat maakt het gewoon entonig. Het viel me wel op dat Eva Jinek echt probeerde te innoveren. Zij had dus op de tweede dag Wouter de Winter. Nou, op zich wordt die wel vaker uitgenodigd, maar ze had ook Angela de Jong en Amber Kortzorg van BNNVARA. Angela de Jong omdat de algemene politieke beschouwingen ook televisie zijn. Wat vindt Victor van die innovatie? Het is in ieder geval een andere keuze die ze maken. Ik denk dat het ook echt met de bedoeling is gedaan om te innoveren, om iets nieuws te brengen, om iets te brengen dat ook onderscheidend is. Ik vond dit dus niet werken eigenlijk. Ik dacht echt bij mezelf: dit vond ik een mislukking. Hoezo dan? Ik heb nog enigszins begrip voor het feit dat ze wat willen proberen, maar Angela had gewoon niks te melden wat enige waarde had daar. Voor Angela is dat een unicum, al dus Victor. Dat zie je niet vaak gebeuren, want ze is wel een gast die levert doorgaans. Ze heeft normaal gesproken wel een aantal pittige meningen. Bij eigenlijk alle talkshows waar ze zit, doet ze het goed. Hier had ze niks interessants te melden. Het was gewoon echt van, ja, nee, schoof was nog wat onwennig. Nou, dank je wel voor deze analyse. God, dat zagen we allemaal niet hoor. Go, wow, schoof onwennig, weet je, dat je denkt van, dat is gewoon van zo'n verschrikkelijk bazaal niveau dat dat weinig toevoegde.